En hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Even camera erbij pakken. Ja. Gewoon in het hoekje, deze zo. En jullie horen ook Roberto, zeg eens hallo Roberto. Hallo. Ja, sorry, jullie horen nu wel wat auto's achter mij. En we beginnen met de private server. Hij doet het weer. Dat is altijd nice, toch Roberto? Ja. Altijd nice dat de private server het doet. Ja. Maar hoor jij ook tuttelen, Roberto? Ja. Oké, mooi zo. Als het goed is, moet je het doen. Ja, hij doet het. Ik heb ook, ook een deck klaarstaan. Dan gaan we ook even potjes mis. Lekker de private server van Clash Royale. Waar zou ik mee beginnen, Roberto? Wat heb je in je deck? Nee, maar ik bedoel qua kisten. Legendarische koningskist of... Legendarische koningskist. Of de bliksemkist als eerst. Gewoon eerst de bliksemkist, dan de gelukskist, ja. En dan de legendarische, oké? Ja. Oké. De bliksemkist. Oké. Oké, we beginnen goed. We hebben gelijk al een legendary. Eerst 101 koninklijke reus. 21 strijdrammen. En we hebben een legendary Roberto. Kun je ook omwisselen? Wat? Die kan je ook veranderen. Nou, met deze private server, dat kan niet. Oh, jammer. Oké, we hebben als epische kaart 2 wachters. En de legendarische kaart is... Jij hoort het toch ook, Roberto? Ja. Het is de elektrotovenaar, de Ibis. Lekker. Lekker naar level 3. Dit is de kist, dames en heren. 103. Koninklijke reus, 21 rammen en 2 wachters. En een legendary, de elektrotovenaar. Dan gaan we nu voor de gelukskist. 7 kaarten, dat is echt belachelijk veel. 1 spiegel. 12 ovens. 91 bommengooiers. Gelijk alle gewone kaarten. Nou, we hebben geen legendary. Nee, ik zag er 1 prins, 39 koboldenhut. En de 5 epics zijn de duistere prins. Nou ja, matige kist. Ja. We openen nu de legendarische koningskist. ...4200 goud. Money op de bank, joh. Roberto, okay, waar zou ik uitkiezen tussen de varkensruiter en de tovenaar? Tovenaar. Dan moet ik ook binnenkort even levelen. Tussen de zeppen en de kanon. Zeppen. Nou, die heb ik al maximaal level. Krijg ik lekker weer ongeveer 3000 goud. Nice. Tussen de kanon, nee, de mortier en de boogschutters. Ik zou boogschutters. Nou, even kijken hoor, dan maak ik ook in principe, ja, nou, 300. Maar van de boogschutters heb ik veel meer van. De boogschutters heb ik 1800. En van de mortier 300. Mortier. Mortier. Ja. 90 mortieren erbij. Valkyrie heeft ijzer golem, Valkyrie. Ja. Koboldenhut of vliegmachine? Vliegmachine. De Goblinton of de Jager? Goblinton. Ja, ik zou zelf kiezen voor de Jager. Kijk, maar de Jager die kan op de Bandit, op de Schuikrover, 2 keer hit doen en dan is de Bandit alweer dood. Oké, we hebben Legendary, de Tornado of de Ballon? Ballon. Oké, en de legendarische kaarten van de legendarische koningskisten zijn...
doet een beetje traag, maar dan komt het zuif. En het is de spin. De Meganite of de lava hond. Ja, ik heb ze allebei maximaal level, want er was in de store 20 keer Meganite en 20 keer lava hang, dus Meganite, dus mega ridder. Ja. 20.000 goud erbij. Nice. Zullen we nog een legendarische koningskist doen? Ja. 4200 goud, ja, dus hier zat altijd 4100 goud. 70 zeldzame, 24 epische kaarten en 1 legendarische kaart. Hier, 4200 goud. Tussen de vleermuizen en de zeppen. Vleermuizen. Die heb ik nog niet maximaal level. Tussen de skeletten, niet skeletten leeg, maar de skeletten of de kobolden. Dus de elite barbs, of de elite barbaren, of de boogschutters. Wat? Tussen de boogschutters en de elite barbaren. Elite barbaren. De tovenaar of de minipacker? Tovenaar. Tussen de... Zep, dus de zeppies en de oven. Ik zou zeppies doen. Oké, zeppies. Ah, daar heb ik wel wat minder van. De bliksem of de hoe heet dat? Gif. En we hebben een legendary bevriezen of de heks. Heks. De heks. En de legendarische kaarten. Die zijn... Hij spint. Matig. Miner of Ibis? Ik denk Miner, want Ibis... Ja. Ja, Ibis, ja. Ik vind Miner toch wel beter, want die heb ik nu... Maar Ibis is ook een counter tegen Miner. Ja, maar kijk, maar de Miner, die heb ik al bijna maximaal level. Daar hoef ik hierna nog maar 15 van. Ja, dat zou ik dan wel doen, ja. De mijnwerker. Oké, we doen nog even snel een blikje op Kistie. Nou, jullie zagen wat voor kaarten... Dit is mijn deck, Roberto. De Royal Ghost. Dus de koninklijke spook. Ja. De stam. De, ja. de bandiet. Ja. De spar, de funky. De klonen, de Mega Knight, de houthakker en de lava hound. Ja. Ik zou lava hound echt uitdoen. Hoezo dan? Die is echt niet goed. Zou ik dan voor Miner doen? Of ja? Ja, ik zou voor Miner. Oké, dan ga ik nu eventjes op ladder spelen. Dan ga ik nu even een potje spelen, Roberto. Ja. Dus jij hoort ook nu dat van de arena, de arena nu? Welke arena is dat? Pekka speelt hij. Klopt. Oké, dit wordt een leuke aflevering. Wat zou ik nu doen? De houttakken, de bandit, de Mega Knight of de miner? Eerst wacht tot de ander wat inzet. Oh, hij heeft de jager ingezet. Dan zou ik Mega Knight erop toppen. Doe ik nu Mega Knight. Hij heeft de commander tot maximaal level. Oké, goed zo, Bandit. Goed zo. Oh, zo. Hij heeft alle kaarten gewoon bijna maximaal level. Jij toch ook? Nou, nog niet. Ik heb de houthakken level 2, bijna level 3. De Miner heb ik level 4. De Royal Ghost heb ik level 4.
Ja, de klonen moet ik ook eventjes voor sparen. Hoezo klonen? Klonen zijn slecht. Echt, de vonk is ook slecht. Wat hebben ze die? Wat heeft die? Ja, goed gespeeld. Ik heb verloren. Had die vonkie of zo? Nee, ik had vonkie en de vonkie die deed een beetje helemaal niks. Oh, een legendary in de crowntjes, Roberto. Welke? Het is de prinses. Oké, prima legendary. En ook ontgrendeld. Ga ik even de elektrotovenaar naar level 3. Zo. Sparky gaat er ook uit, maar dan voor de Ibis. Ja. En ga ik nu weer potje spelen. In welke arena zit ik nu, Roberto? Nou, hoger. Waar ik ook op mijn iPad in zit. Oh, Arena 10. Ja. Oh, kijk, doe de Royal Ghost. Dan doe ik deze houthakker. Mooi zo. Is die Bandit? Nee, ik heb een Bandit. Oh, jij? Kak. Irritant gekloond. Nou, kom op. Doe je nog wat? Of, nou, ik doe het wel. Ik heb Magnet ook gemaximaal. Oh! Hij heeft Seppies en Funky. Oh, kak. Ik heb een dikke counter push, hoor. Oké. Ja, ik heb de toren te bakken en ik heb hartstikke veel gekloond. Heb ik gewoon bijna. Hoeveel nog? 1000 HP. Nog 800 HP. Wat heb je nu op je deck? Ik heb nu Mega Knight, Ibis, Log en Houthakker. Oh, hij zit weer dezelfde in. Mega Knight. Ik zet je Houthakker open. Houthakker. Ja. Ingezet. De Bandit. Gewonnen! Nice! Tegen Matty. Hoe lang zijn we al bezig met deze video? 13 minuten. Ik denk dat we nog één laatste legendarische koningskist gaan openen en dan is het klaar voor deze video, toch een beetje? Ja. We openen deze laatste legendarische koningskist. Deze video komt voor mij morgen online, dus wees erop voorbereid dat er meer van dit soort mega chest openingen aankomen. In 3, 2, 1, bas. Sorry dat ik zeg goed. 4200 goud. Tussen koboldenbende en boogschutters. Koboldenbende. Ja. Horde gunstelingen of scheppen? Ja, daar heb ik minder van. Barbaren of koninklijke reus? Koninklijke reus. Ja, daar heb ik wel minder van. Tovenaar of musketier? Tovenaar. Blaaspijp, kobolds, die is van baffen en die van ijskolen. Blaaspijp. Grafsteen of mini-pekka, want de grafsteen die heb ik al maximaal level. Ja. En mini-pekka is ook beter.
De Goblin Barrel op de Goblin Ton. Nee, ik bedoel de Goblin Ton of de Barbarian Barrel. Of de Barbaren Ton. Goblin Ton. Ja, oké. Okay. En de legendarische kaarten, de legendarische kaarten, de laatste legendarische kaarten zijn. En het is. Mega Knight of de Nachtex? Mega Knight. Nou ja, ik kies voor de Nachtex. Ik ben Max. Ja. Hoeveel heb je van de Nightwish? Heb ik nu 7 van de. Is 6 van de 10, maar nu 7 van de. Nee, ja, 7 van de 10. Oh, dan zou ik een Nightwish doen. Heb ik al gekozen. Dit waren de kaarten, en. Nu komt de. Nu komt de. Hopelijk vond je deze video tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet mijn kanaal te abonneren. Vergeet niet ook Roberto een support te doen. Of voor Roberto te volgen op YouTube. En Roberto, doe jij maar eventjes. Tot later allemaal. Tot later allemaal. Doei. Tot de volgende video. Tot de volgende video.